Okay. Isaac. Niet nog eens Isaac. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat uiteindelijk Lazarus een keer moet lukken. Klaar. Curse of Labyrinth. Oh boy. Oh wow. Ik wil niet mijn Devil Deal verliezen. Curse of Labyrinth. In ieder geval eens een keer laten zien, vast wel. Dat is twee floors in one. Dus dit is, wat is het? Burning Basement 1 en 2 in 1, zullen we maar zeggen. En dat kan dus echt extreem nadelig verlopen. Oh boy. Dus ja, wacht heel even, want ik moet heel even iets checken, want op een of andere manier heb ik een voorgevoel dat... Nee, het is gewoon goed. Oké. Okay. Ja, de extreem rare OBS liet mij denken dat het echt... Hallo? Dank je. Mijn god. Wat is dit voor een ruimte? Ik heb dit echt... Ik bedoel, ik heb inmiddels 400 uur in deze game, als het niet meer is. En ik heb deze nog nooit gezien. Is hij eraan? Ja, gelukkig. Dit is ook gewoon een klote ruimte ook, zeg. Jesus fucking Christ. Sorry. Nog een grote ruimte. Wat is de eerste... Ah, daar gaat mijn Devil Deal. Fuck. Man. Really? Hallo? Stel dat je lofbekken. We gaan er nou weer naar boven zitten, zeg. Man. Ah, fucking hell. Geef hem een bom of zo. Nee, sleutels, sleutels, tuurlijk, sleutels. Ari. Het is bruikbaar. Hier is het. What the fuck, ja. Rie. Something's wrong. Ik weet het. Sommige mensen vervloeken pils helemaal. En ik snap dat ook wel. Want zo goed is het helemaal niet altijd, pils. Hoe? Ik heb absoluut niet genoeg geld om... Zou dit een shop trouwens zijn? Oké. Ik ga op dit moment ook niet snel genoeg om te zeggen dat ik zeg van... Oh nou, paniek. Ik heb echt... Wat? Ah, bullshit. Jezus, ik ben zo meteen nog op die eerste vloer eraan. Echt, Jezus. Dit is gewoon weer geen goed begin. Oh mijn god, ik loop twee keer... Ik
echt serieus, ik geef het op. Tears doen geen schade, ze hebben alleen de grotere hitbox. Dat is al iets. Oh my god, ik ga... Nee. Fucking bullshit dit. Ah, het champion monster, natuurlijk. En je denkt van, oh weet je wat... Laat maar even lekker rustig een normale... rustige baas krijgen. Ik ben er trouwens al helemaal van overtuigd dat dit het einde van Arne wordt. En ik heb natuurlijk ook nog Lazarus the Second. Dat is waar. Ik was vergeten dat ik een... Ik zou gewoon graag... Ik weet niet wat ik wil hebben. Iets fatsoenlijks hebben. Iets niet... Iets positiefs, iets... niet breakfast. Achtig. Weet je wat, we gaan gewoon door. Oh mijn god, serieus. Kunnen we ook gewoon niet, alsjeblieft. Oh mijn god, echt serieus, ik... Nou was dat een hit die ik bewust nam hoor, dat geef ik eerlijk toe, maar... En ik weet het, dat is echt niet goed, maar... Jesus. Op dit moment ben ik eigenlijk bijna helemaal al... Ik bedoel, het is 1% Devil Deal kans. Really? Really? Oh my fucking god, dit is echt gewoon helemaal niks. Paralysis. Lock up. Speed down. Godzijdank. I'm drowsy. Ik heb natuurlijk nog een item room. Misschien dat ik geluk heb dat item room fatsoenlijk is, echt. Waarschijnlijk niet, maar goed, hè? Man, a fucking speed. zo grappig dit. Boy. Man. Het spijt me zeer, maar dit is echt gewoon... Zo, een garbage. Het is niet echt wat ik wil, maar het is iets. Weet je het? Het is... Waarom heb ik... Wat ligt... Waar ligt hier een kaart? Ah, dat is dat ding. Ja, nee, dat boeit me echt totaal geen reet. Echt totaal geen reet. Nee, dat is echt te veel bommen voor... één chest die misschien een trollbom heeft. Dus nee, dat gaan we niet doen, hè. Wat een begin. Wat een begin. Echt serieus, echt. Wat een begin is dit, zeg. Is dit een Tinted Rock? Nee. Ik dacht dat het een Tinted Rock was, maar... Uh...
echt, ik haat dit, want dit zijn echt zulke onmogelijke ruimtes. Puur alleen al vanwege die vliegen. Nou, die vliegen kan ik wel ontwijken, dus. Geld? Geld. Geld is altijd goed. Nog meer geld. Ah, er zitten daar boven ook nog eentje, zie ik trouwens. Nou. Mijn range is ook gewoon echt zo slecht, jongens. Het is gewoon eerst grappig. Incent, yay. Sorry dat dit echt ongeveer het minst boeiende is wat je kunt bedenken in zo'n situatie. Maar... ja, ik ga niet voor 1 cent ga ik... hallo, sec of sec. Oh nee, is niet sec of sec. Was het maar sec of sec. Zolang je... oh, hey, dankjewel. Al heb ik natuurlijk wel Minecrafter, dus... het is niet helemaal slecht. En Little Curly. Little Curly helpt echt wel heel erg. Kijk, Little Curly helpt echt wel. Kies is ook weer niet slecht. Oh boy, I'm gonna scrub. Kijk, het feit dat ik... wat? Wat heb ik dat? Is dat een pretty fly? Serieus, is dat pretty fly die mijn hartjes wegduwt? Nee, dat zal niet. Wat heb ik dan dat mijn hartjes wegduwt? Kom op, daar gaat mijn devil deal weer. Jezus, en ik weet het, ik krijg Lazarus een second move, maar... man, wat zou het fijn zijn voor een devil deal. Echt. We gaan kijken. Wat doet dit ook weer? Ik zou bijna zeggen dat nee, ik zeg het gewoon, dat ding gewoon niet zo goed is als nou, laten we deze maar gewoon gelijk doen, want oh fijn, steen. Want steen is ook echt wel de vijand die waar ik op hoopte toen ik in deze bosroom binnenliep. Toen ik in deze bosroom binnenliep, zeg maar. Oh mijn god, kom op. Oh mijn fucking god. Ik ga echt huilen. Ik ga echt huilen. Ik kan ook gewoon niet. Dat zou echt wel heel erg te waarderen zijn. Nee. Oh, kom op.
fucking bullshit! Oh my god, kunnen we iets raken? Speed up, fijn, top. Ja, fuck dit zeg. Oh my god, wat is dit? Echt. Kunnen we ook gewoon proberen om niet een Devil Deal weg te gooien alsjeblieft, dankjewel. Hallo? Hey, fucking host head. Het is idioot dat ik op Little Curly moet vertrouwen om schade te doen, weet je. Dat... Omdat ik niet mezelf genoeg vertrouw om... Om langs die spikes en zo te gaan en geen hit te krijgen. Oh mijn god. Waarom ga ik hier eerst naartoe? Zo, tering. Ah, kom op! Fucking... Kom op! Oh my fucking god! Hallo? Jongens, jongens, jongens. Wat een scheid items ook echt. Wat? Ah, bullshit joh. Daar roep ik echt fucking bullshit op. What the fuck is dat dan voor onzin? Nog één keer. Nog één keer. Oh my fucking god. Ja, laat me zetten. Dit... Ga maar dood, ga maar dood. Ik heb hier zo geen zin in. Echt. Fuck dit dan. Really? Fuck dit! Echt! Godsamme! Oh my god! Oh my god. Kun je merken hoe gefrustreerd dat ik ben hierdoor? Wat de hel is dit voor fucking onzin zeg? Echt. Ik moet dit eigenlijk als een aparte aflevering houden. Dus bij deze... Dit was het voor deze keer. Tot de volgende.